Rogier Groenlicht, je mag huldigen nummer 7. IKRSO, Anja Einarsson. Dankjewel Martin. Ja, een bijzondere winnaar natuurlijk. Fred Ordas en Anja Einarsson, ze hebben er een tijdje op moeten wachten. Dat mag gerust gezegd worden. Fred, ja, je bent even druk met je paard, maar daar is de camera. Ik probeer het toch met jou te doen. Laat hem anders maar verlopen. Zeg het weer zitten. Kom erbij. Fred, hoe hadden wij dit moeten voorzien? Ja, dit had ik gedeeld. Ik had het wel voorzien dit. Een paar keer gewerkt en het ging erg goed. Hij is een stuk rustiger geworden ten opzichte van vorig jaar. Dus ja, we gaan rustig door. Dat gaan we zeker doen. Eerst maar eens even een applaus voor Anja Einarsson en IKRSO. Geweldige winnaars van koers 2. Eén vraag nog, Fred. Wat was de laatste? Dat was die 4. De laatste winnaar van jullie? Oh, dat moet je aan je vragen. Dat is al een x aantal jaren geleden. Gaan we dan verder dan 10 jaar terug dan? Nou, denk het zeker. Maar vooral hier op Duindicht. Is mooi. Ik weet niet hoe hard die heb gelopen. Het maakt niet uit. Er stonden hele goede paarden in en de manier waarop was waanzinnig. Ja, was super. Hij heeft gewoon super gelopen. Genieten en doorzetten. Ik heb er nog een paard thuis staan. Ja, ik weet het. Succes ermee. Fred Ordas en Anja Einarsson. Beroemd van de O-paarden door de jaren heen. En dit lijkt weer een hele, hele goede. IKRSO, de tijd gaat om zich te ontwikkelen. En het is een heel ander paard geworden.